Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben niet thuis, maar vandaag gaan we naar de dierentuin, Burger Zoo. En ja, kijk gezellig mee. Ik heb gisteren 4 paar nieuwe oorbellen gekocht en vandaag doe ik deze in. Ik heb ze nu in, maar ik denk dat ik toch even andere in ga doen. Deze had ik gisteren ook al heel de dag in. Nou, dit zijn alle oorbellen die ik dus had gekocht gisteren. Deze zaterdag. Deze, deze en deze. Ik doe deze in, denk ik. Nou, ik heb ze nu in. Ik maak even broodje voor in de dierentuin en ik ga even ontbijten. Ik loop hier nu met Meerte. We zijn geparkeerd. Het is echt heel erg druk. Maar ja, we gaan nu naar binnen. En mama en Leen die lopen daar ergens achter. Zeg eens hoi. Hola. De vis. Het is hier heel erg warm. En ik ben benieuwd. We gaan hier even een broodje eten met uitzicht op de zebra's. Oh, een gewandel. Ik heb lekker een broodje ei. Hapjes en de papegaaien en zo. We zijn onderweg naar de ocean. Maar je moet dus door de woes heen om naar de ocean te gaan. Het is bloedheet hier. Mijn mobiel is bijna leeg, dus ja, ik kom bij jullie terug als ik weer thuis ben. Nou jongens, we zijn weer thuis en we zijn allemaal heel erg moe. Ik zit hier nu even boven. Ik was alvast even een paar beelden aan het editen. En het is nu, even kijken, 6:10. Ja, het was heel erg leuk. Ik heb een knuffeltje gekocht. Kijk, ik heb deze vleermuis gekocht en mijn zus had een klein nijlpaadje gekocht. Dus ja, dat is wel leuk. We gaan zo meteen waarschijnlijk Finding Nemo kijken met z'n allen en lekker frietjes eten, dus ja. Ik was nu even aan het lezen in dit boek. Even kijken hoor, hoe heet die? Het mysterieuze horloge van Walker Dawn. En ja, het is echt een leuk boek. Het speelt zich echt in heel vroeger af. Ja, het is gewoon leuk. Het is echt een aanrader. Het is ook best wel een nieuw boek. Die had ik laatst gekocht bij de vismarkt. Ja, het speelt zich af in 1904. Dus het is wel echt een heel erg leuk boek. Je moet het gaan lezen. Ik had even mijn oorbellen uitgedaan. Want ja, ik ging even liggen. Dus, en dat deed dan pijn. Ik knipte ze zo in. Dus dat had ze even uitgedaan. Er zitten volgens mij geen filmpjes van tussen. Maar we zijn in de dierentuin ook nog in een hele grote vlindertuin. Iets geweest. Maar daar hadden ze zoveel vlinders en ze gingen echt op je hand zitten als je zo deed. Dus ik heb het een paar keer gedaan. Ze gingen bijna op mijn hand zitten elke keer. Maar ik ben een beetje bang voor vlinders. Dus elke keer schrok ik en dan trok ik zo mijn hand weg. Er waren ook van die hele grote blauwe vlinders. Die vond ik wel echt heel eng. En er waren ook zeekoeien. Die waren echt grappig. Dus ja. Dus we zijn nu weer lekker thuis en ik ga lekker verder met lezen. En dadelijk lekker frietjes eten en film kijken. Lekker filmpje gekeken.
We hadden lekker frietjes. We hadden nog wat vlees en vis over van een barbecue gisteren. Het is nu 7:30 en ik zit op mijn kamer. En ja, ik ga nog even een film kijken, denk ik. En misschien nog even lekker lezen. Dan ga ik nog douchen. En ja, dan ga ik naar bed. Het was gisteren best wel laat en ik was al om 6:30 wakker. Dus ja, ik ga lekker een beetje vroeger naar bed vandaag. Maar ja, ik hoop dat je de video een beetje leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. Doei!